Hallo allemaal, welkom bij het weerbericht van woensdag 17 januari. Een weerbericht dat in het teken staat van sneeuw, want dat wordt nu al een aantal dagen aangekondigd dat er sneeuw op komst is. En die sneeuw die is inderdaad ook op komst. We gaan in de loop van de dag met sneeuw te maken krijgen. En we gaan eens kijken hoe dat er in detail uitziet, want er zijn wel enkele regionale verschillen. Net zoals de vorige dagen blijven we bij het standpunt dat de meeste sneeuw in het zuiden zal vallen. Die sneeuwzone die komt uit Frankrijk en zal in de loop van de ochtend beginnen met aan de zuidelijke grens van West-Vlaanderen de eerste vlokjes die ergens halfweg de ochtend naar omlaag komen. En dan breidt die zone zich geleidelijk aan naar het noorden uit. De grote vraag van de voorbije dagen is telkens geweest hoe noordelijk komt die sneeuwzone. Wel, in de allerlaatste prognoses lijkt ze weer een tikkeltje mee naar het noorden te schuiven, maar veel zal het niet zijn. Er is weinig verandering ten opzichte van de verwachting van gisteren. In de loop van de ochtend dus die eerste sneeuw aan de Frans-Belgische grens en dan breidt dat gebied zich uit. Vanmiddag krijgen we op de meeste plekken met sneeuwval te maken. Grosso modo zal dat zijn dat de meeste sneeuw valt in West-Vlaanderen ten zuiden van de lijn Poperingen-Waregem. In Oost-Vlaanderen zal de meeste sneeuw in de Vlaamse Ardennen vallen. Daar kan dat toch wel om een 3, 4 centimeter gaan, misschien net tot 5 vlak aan de grens met Frankrijk en in het uiterste zuiden van Oost-Vlaanderen. Kijken we naar de centrale delen van onze provincie, de beide provincies, dan zal dat een 1 tot 3 centimeter sneeuw zijn die valt. Meer naar het noorden, en dan spreken we echt over de Brugse regio, het Meetjesland en het uiterste noorden van Oost-Vlaanderen, daar zal dat maar een licht besuikerd of bepoederd landschap zijn met hoogtes tot hoogtes 1 centimeter. Ik zet er even nog een sneeuwkaartje bij. Dat is het sneeuwkaartje van het regionale model Harmony. Dat ligt eigenlijk grotendeels in de lijn van wat ik net gezegd heb. De kleurtjes geven de hoogte van sneeuw aan. En je ziet inderdaad hoe meer naar het zuiden, hoe meer sneeuw er zal vallen. Hoe meer naar het noorden, hoe minder dat is. Met die kleine kanttekening, als alles een klein beetje schuift, ofwel in noordelijke ofwel in zuidelijke richting, dan schuiven die grenzen evident ook een klein beetje mee. Maar een enorm pak sneeuw, zoals de voorbije dagen aangekondigd werd in sommige media, dat zal het niet zijn. Het zal wel zo zijn dat de sneeuw overal blijft liggen, want de temperaturen zijn negatief. We zijn de dag gestart rond min 2 graden. Veel meer dan een 0 graden zullen we vandaag niet halen. Dus wat valt, blijft ook effectief liggen. We gaan dus wel degelijk overal een wit landschap te zien krijgen. Verder is het koud, die temperaturen die blijven dus onder het nulpunt. En er staat een zwakke tot matige wind bij uit een zuidoostelijke richting. Die draait in de loop van de dag naar het oosten tot het noordoosten. En tegen vanavond komt die dan in het noorden terecht. We zien dan dat vanaf de Noordzee een aantal buien kunnen binnenlopen vannacht. Die sneeuwzone trekt weg, het blijft wel wisselen tot zwaar bewolkt. Het gaat ook weer overal lichtjes vriezen, dus er is steeds kans op gladheid. Zowel vanochtend vroeg door eventueel lokale gladde plekken, overdag door de sneeuw die kan vallen en dan vanavond en vannacht opnieuw door opvriezende natte weggeteeltes of een nieuwe bui die vanuit het noorden kan binnenkomen. De meeste buien concentreren zich wel nog langs de kust, bij maxima, minima beter gezegd, daar rond of net boven het vriespunt, landinwaarts is dat er lichtjes onder. Morgen wordt dan een wisselvallige dag. Er vallen een aantal verspreide winterse buien. Dat kunnen heuse sneeuwbuien zijn. Die komen uit het noorden met een zwakke tot matige wind. En het is sowieso koud, al is het iets minder koud dan vandaag. De temperaturen die klimmen een paar graadjes boven het vriespunt. Maar veel meer dan 3, 4 graden vlak aan zee tot 1, 2, 3 graden landinwaarts zal dat niet zijn. Trouwens, tijdens buien kan het kwik ook flink zakken. En dan krijgen we nog enkele winterse dagen. Vrijdag, zaterdag, rustige dagen, droge dagen ook. Maar wel met koele temperaturen. In de nachten kan het wel flink vriezen. Zeker de nacht van vrijdag op zaterdag. Zou misschien zelfs min 4, min 5 graden kunnen geven. Met nog overdag telkens temperaturen die richting of net boven het vriespunt uitkomen. Op langere termijn wordt het zachter. Vanaf zondag draait de wind naar het westen. Er komt zachtere lucht binnen. En zeker begin volgende week gaat dat ook met de nodige regen gepaard. Ik zet er tenslotte nog eventjes de pluim bij. Dan zie je die koude fase waar we nu nog in zitten, die ergens tot en met zaterdag zal duren. En vanaf dan zie je duidelijk die grote verzachting met naar volgende week toe zelfs cijfers die in de dubbele cijfers terechtkomen. Kortom, eerst nog koude, dan geleidelijk aan weer overgang naar herfstig weer. Zo, wees voorzichtig als je vandaag de baan op moet. Hou rekening met die sneeuw die eraan komt, maar geniet er ook wel een beetje van. Alleszins bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.